jasje. Heel mooi. Mooi hoor. Ja, het is echt iets voor jou dat. Ik kan wel dicht doen dat jasje. Heb jij een tasje eigenlijk? Ja. Dit is heel mooi. Als deze dicht is, is het echt heel mooi. Kijk. Kan je die in je... Heb jij geen tas? Ik kan ook wel deel. Mag deze erin? Nou, je kaart is vast toch? Hé, hey, en ik weet niet of die nog dicht kan, hè? Toen had ik wel, ik heb wel een nieuwe titel ondertussen. Ik weet dat dat past. Zo, was jij maar op de titel van je. En dat is wel een mooi pak, hoor. Die staat hetzelfde als je trouwpak. Nee, echt niet. Wel weer een beetje wijd, ik weet niet. Of heb jij gewoon zo'n dikke bovenbeen, dat het dan niet op maat kan? Ja, dat is het. Dus dicht? Ik heb het normaal. Ja, dat is mooi. Het is lekker normaal. Nee, ik wil hem gewoon dicht als ik binnenkom. Dicht. Kan niet, je past er niet meer in. Kan wel. Je bent geen 18 meer. Nee, want ik heb alleen nog wat kleren van toen ik 18 was. Ik hier moeten we niet heen, hè? Pan. Nee. QR-code? Ja. Ik weet niet, als ik het niet kan. Nee, heb ik niet. Wat is je geboortemaand? 9. De laatste letter van eerste letter van uw achternaam. Eerste van mijn achternaam? Ja. Van V. Nee, de andere. Meiden. Ja, klopt. Cheer. De eerste is V. Ja, eigenlijk wel. Van de meiden. Ik heb zeg maar je achternaam. Ja, die staat helemaal beneden. 2, 5. Dit zijn de tickets. Die moet je de hele dag bijhouden. Groot, hè? Ja, nee, je moet foto maken. Ja. Oké, hallo. Hi. Die mannen gelijk lachen. Oh, we lezen even een foto maken. Hey, ik moet even, ik had je nog ingesproken volgens mij. Ik heb bij de Veronica Gids elke week een rubriek. Dat is een grote foto gewoon van een bekende Nederlander op straat. Oh. Maar had ik jou, moet ik een foto een keer leuk van je maken? Gewoon, dat je maakt niet uit wat je doet. Is goed. Oh, dat je een wildplas is of zo? Mag ook wat jij wil. Even hier, René. Hier gewoon? Ja. Amigo, hoe is het, man? Goed. Hoi. Even die loppen goed doen hoor, dat is weer lang geleden. Ik weet niet meer hoe ik moet kijken. Oh ja. Ik heb even bij hem gaan. Ja, kan niet, jullie titel zitten ertussen, gek. Mooi lachen. Heb ze niet. Nee. Ze kan niet lachen. Alleen als ze geld ziet. Even haar een kusje op de wang. Ja, toch normaal. Hi. Hi. Oh, ik mag jullie even spreken. Ja. Emily van, ik weet niet of je me nog kent. Ja. Oké, okay, mooi. Van nu.nl? Oh. Nu? Nee, weekend. Oh, weekend. Weekend. Ja, hoe is het met jullie? Zijn jullie druk? Heel druk. Ja, vertel me dat. Daar kunnen we nog niet over praten, hè? Het zijn beginduren. Nee, wij doen allemaal... Zij heeft haar werk, ik doe mijn werk gewoon veel shows maken, veel programma's maken. Mm-hmm. Dus doe ik allemaal zelf op. Maar jullie worden ook gevolgd? Ja. Ja, dit is gewoon voor ons YouTube-kanaal. Dus, ja. Oké. Dus het is niet dat jullie terugkomen met een real life show? Nee. Dit is gewoon voor mezelf. Ja, maar real life, maar dan op YouTube. Gewoon ja, zelf produceren en zo. Zelf produceren. Ja. Maar zouden jullie dat wel weer willen? Terug op televisie? Ja, doe ik zo. We laten wel elkaar uitspraken. Mag ik even maken? Waarom? Bravo. Yes, alsjeblieft hoor. Dan kan je bellen. Nee, mag ik een story in mijn vraag stellen? Ja, tuurlijk. Allereerst, cameraploeg, dat is voor de YouTube-serie neem ik aan. Ja, klopt. Heb je nou nog de ambitie om op tv te brengen? Als ik het zelf produceer wel. Want anders blijft het veel aan de strijk, zo kan ik. Ja. En je bent onlangs overgestapt van Toto naar Bad City, dus een hoop te doen, gokken en voetballen. Ja. Hoe heb jij erop gereageerd, dat hele kuitverhaal? Kuit, ja. Ik had dat niet verwacht van hem eigenlijk. Nee. Dat hij zo naar een tankstationje gaat en dan zegt dat ik kwam daar aanlopen met een zak geld. Ja. Maar
Als hij slim was, zou hij gewoon zeggen, ik heb er niks mee te maken. Mag je dank voor je tijd? Tot ziens, man. Ik ga het ook even spreken, want je vrouw die ging wel snel weg. Dit jaar zijn jullie 7 jaar getrouwd. Ja. Hou je het leuk en gezellig met elkaar? Nou, dankjewel. Nee, maar wij hebben gewoon... Oh ja, ik krijg geld ook nog. Ik dacht dat gratis was alles hier. Maar valt weer tegen. Nee. Moet ik even naar de auto lopen, geld pakken zo. Dus nee, maar wij hebben gewoon, wij zijn ook vrienden van elkaar. Mm-hmm. Dus wij hebben ook geen ruzie of zo, weet je wel. Af en toe heb je discussie, maar dat hoort erbij. Maar het is snel vergeven ook. Maar jullie hebben helemaal geen ruzie met elkaar? Nee. Nooit niet? Nee. Dat is gewoon meer gekibbel wat jullie dan hebben. Ja. We hadden vanochtend nogal, we hebben echt nooit. Ja, we hadden vanochtend toevallig nog een bed of echt nooit ruzie hebben. Nee. Gewoon af en toe heb je wel eens dat je even een klote dag hebt, dan zeg je wel eens wat tegen elkaar. Maar dan is En die vraag of wij wel eens ruzie hebben? Ja, nee, en na 5 dagen. Hoe haal je net? Na 7 jaar? Oh, nee. Huwelijk? 10 jaar? Ja, bij elkaar. 11 jaar bij elkaar. Ja, bij elkaar. Ja. Maar 7 jaar getrouwd. Dus toen vroeg ik, hoe hou je het leuk met elkaar? Dat is soms ook een grote bij een bed in de helft. Mag je zelf kiezen? Of ben jij... Jij mag wel mee, hoor. Kijk, die hebben vandaag meegenomen. Kijk, we hebben haar bij ons. Super. We hebben wel gewoon, die vrouw van weekend wel graag mee. Nee. Rondje lopen, hè, over de deur. Nee, maar wat is je vraag? Ik denk dat we het een andere keer gaan doen. Want jij gaat het sowieso wel via de YouTube. Kom wel goed. Ja. Tuurlijk. Nee, van die afmaken mij. Ja, tuurlijk. En voor jou met daar, dat ik die tafel zie. Zo? Mag ik ermee geassocieerd worden of niet? Ja? Jawel, ja. Ik doe het voor gokstijd klaarmaken. Nee. Oh ja, tuurlijk. Ja. Dankjewel, man. Alsjeblieft. Mooi. Ik hou niet van gokken, zij wel. Kijk maar. Kijk maar, all in. Hé. Hey. Oké, okay, mag gokje wagen? Nee, joh. Nou, zeker niet. Doe maar. Alles zwart? Even kijken of we geluk in het spel hebben of geluk in de liefde, hè? Nou, dan valt weer op zwart, denk ik. Hij heeft een zwarte grap. 12. Oeh. Nou, geluk in de liefde, zei ik maar dan, hè? Dankjewel, hè. Dus gaan. Doei. Zie je, hè? Dat zei je toch? 4 weken gaan, dan komt het nog. Ja. Ja, maar er is nog niemand. Wij komen om 3 uur pas. Hallo. Oh, hier, oh. Op 3, hallo. Hallo. Goeiedag. Als je daar maar niet komt, dan zit die op de stand staan. Is hier nog wel een plaatje vrij? Ik ben alleen. Ben je alleen? Ja. Oh. De rest had al gegeten. Hoi, Marcel. Hoi, Melissa. Ja. Hoi. Lies. Die alleen vandaag mee naar huis, die hebben we opgepikt. Oh. Zou ik maar niet te lang rond blijven lopen. Je weet dat ik zo opgepikt. Oh, lekker man. Hey, Janina. Ben je net? Ja, we komen net aan. Cool. Dus ja, was jij al lang hier? Ja, ik moet 12 uur beginnen. Ja. Dus ik was om 10 uur al aan het stofzuigen. Ben jij dan kom of ben je dan dom? Wat zeg je? Hij was aan het stofzuigen. Ja. Hey, iemand moet het doen. Ja. Het is vandaag maar tot 6 uur. Ja. Hoi. Hi. Hallo. Welkom op onze stand. Ja, leuk. Vinden jullie? Ja, leuk. Ja? Mooi. Ja. Ga je wel een tijdje aan het ontbijt? Nee, we komen net aan. Ja? Ik heb zo'n honger, maar net iets wat niet lukt. Denk jij maar. En die willen vanavond... Ja, doe maar niet dan. Ik laat jou niet met rust. Oh, lekker. Nee, dank je. Ik ben niet van de hoesten. Nee, dank je. Ik wil best presteren. Zo. Ja, misschien is het beter als je zo. Dan kan de camera precies ertussen. Ja, sorry. Ik blok hele ding. Wat wel, maar je bent helemaal niet opgeschoten. Dat doe je goed. Ja, dat was wel lekker. Hoestetje happen, hè? Lekker wijn. Zeker. Ja. Mag je blij mee wezen, jongen? Zeker. Grappig, hij is een tattooer. Hey. Hallo. Dit is pijn, die tatoeage. Wat zeg je? Dit is dat pijn, die tatoeage? Ja. Ja? Op je ribben, hè? Ja. Pijn, ja. En dit was ook heel lang. Ja, dit lang, ja? Ja. Hoe lang was het dan? 3 uur. 3 uurtjes. Dat is wel lang. Laatste half uur van de vrouw. Nee, hij zit echt zo... Hij doet die de beeld na die dat leren, weet je nog? Oh, wat heb je dan gebukt bij de bank? Oh, je zit helemaal vol. Mooi, mooi. Nou ja, ik heb er wel een aantal. Heb je make-up erop gedaan? Nee. Oh.
Ik heb er wel een aantal, maar je ziet ze niet. Maar ze past niks aan. Dan ben ik benieuwd. Maar wacht even, hè? Ze heeft er heel veel, zegt ze, maar je ziet ze niet. Maar ze heeft niet veel waar aan. Waar zit ze dan? Ik zat dat te denken. Ik denk, ja. Ja, ik denk ook. Ik denk, ik hou hem stil. Maar, Laat het zien dan. Oh, nee. Nee, zo. Zie je dat? Ja, hij blijft. Nee. Wat hè? Die man net zegt, zing je nog steeds? Ik zeg, ik zing niet. Maar je bent toch hint? Nee. Leuk, even leuk. Even de dames ook wel lekker tussen. Ja, zij blijft aan bij je, doe aan maar. Even zo'n donut nodig. Vocht ze misschien een beetje. Ik zie het, ze schrikken. Ze kan er wel op gaan, is hij wat groter. Als je erop gaat zitten, ben je wat groter. Wel lief dat hij jou een kussentje aanbood. Hij zag dat je bijna niet boven de tafel uitkwam. Ja. En ik denk, als ik nou een kussentje eronder doe, dan komt ze er bovenuit. We zijn nog niet achter de reden waarom we dat doen. Zeker. Het gaat de hele dag zo. Ja, laten we net op de achtergrond. Shownieuws. Ik weet niet. Oeh! Bijna bij jou op schoot. Druk? Ja, het is wel leuk. Maken jullie een beetje hier? Ja, dat is leuk. We zijn er pas net eigenlijk. Ja, we zijn net een uurtje hier of zo. Dus even kijken, even wat eten, gaan we zo even rondlopen. Kijken wat er allemaal te doen is hier. Ja. Het is wel leuk dat we weer een keer een mooie jurk aankonden. Dat is natuurlijk lang geleden. Dat er nog iets is wat een beetje op een feestje lijkt in deze tijd. Dus ik vond het wel leuk dat je weer je haar kon doen, een mooie jurk aan. Ja. Ik wist niet dat ze zo mooi was nog. Dus, meestal loop ik alleen maar overal op de boerderij. Maar ja, dan kon ik een keer een jurk aan. Hey, dit was eerst de miljonairsfeer, daarna werd het de Masters of Luxury. Het is nu Masters Expo, omdat ze echt heel erg zakelijk en alleen maar netwerk event willen gaan maken. Wat vind je daarvan? Op bedankt voor de info, want dat wisten wij helemaal niet. Ga je nog een beetje netwerk hier? Dat is wel de bedoeling, ja. Dus ik ga zo opstaan en dan gaan we even lopen en dan kijken we wat we tegenkomen. Hartstikke goed. Nou, veel plezier erbij. Ja, jullie ook. Doei. Ja, is goed. Goed gedaan. Oh, man. Ik hou in de broek. Hè? Kunnen we langs lopen of niet? Nee, kan je zo, zo. Zo, nee, je moet zo. Lopen. Zo gaat dat. Wil je filmen of niet? Mag je niet beeld? Maak een fotootje. We hebben een veldje met Andy. Ik heb net een Klibanski gekocht. Echt? Mooi, hè? Wat heb je gekocht dan? Een schilderij of? Ja, een schilderij. Mooi. Heb je Klibanski gehaald? Ah, die is al vet. Ja, ja, met dat beertje. Fucking heel goed. Mooi. En je bent crypto betaald, hè? Dat is het mooie. Oh ja, ook met crypto betaald? Ja, joh. Ja, alles is met crypto betaald. Alles. Ja, ja. Lekker, man. Goed bezig. Hey, man. Hey, man. Succes. Veel succes. Rustig aan, man. Ik vind het van je avond. Doei. Ik heb pijn op mijn nek hier, man. Die elektrische? Dit is die elektrische. Ik vind het wel mooi. Vind je het mooi? Kijk. Mag even het kinderstoeltje? Oh, sorry. Zal ik in de koffer wel gaan of het erin past? Dat is leuk geworden, hè? Kijk eens, Demi. Hey, Demi, jongen! Wat vind je? Ja, ik ga lang uit. Ja, is geweldig. Een leuke schoen, hè? Ja, dat is goed. Goed, goed. Ja. Leuk commercial. Ja, ben je leuk? Hi. Alles goed met je? Ja, een beetje ouwe hoeren toch. Moet nog wat, hè? Moet dat? Zullen we kijken nog even? Ja, dan gaan we onderlopen. Ja, en zie je, Dave? Zie je later. Doei! En? Wat gaan we doen? Oké.
Waren we Lies mooi vergeten, dat andere steentje? Maar je ziet daar ook over het hoofd. Ja, hè? Kijk, ik zie jou over het hoofd. Ik heb mij toch niet afgeladen? Ze hebben één beetje, ze zitten gelijk aan mijn kont. Ja, dat is gek. Hey, zou je willen? Zou je willen? Hey, die is ook mooi, ook elektrisch. Ja. Dat is die groene. Ja, mooi hè? Ja, die is mooi voor jou. Ja. Hey. Ja, nu wel. We moeten rond 5 uur weg, willen we nog gewoon een liedje kunnen eten. Hey, Ann, ben je een kamper geweest? Hè? Ben je een kamper? Ja, hier niet. Gewoon kerel. Gek. Al je Europarks, Europarks. Natuurlijk, ja, altijd. Vol gas. Ga gewoon een wijntje pakken, gaan we weg. Kijk. Jullie waren zo leuk in de spreking. Ik wil geen wijn, heb ze geen bier, maar het staat zo raar. Waarom? Ik wil een biertje. Heb je een biertje nog? Biertje voor me. Woe! Even één keer, hè? Hey, zet hem maar twee wouden op. Ja. Kijk daar binnen huis. Ja. Ik heb ze nog niet gehad, daarom. Wijn, van één wijn naar de andere. Denk je nou serieus dat ik heb getennist? Huh? Ja, maar je moet wel betalen. Maar... Hey, weet je jouw kaartje dan? Maar ik heb geen dingen bij me, man. Geen pas. Ik wel. Oh, ik ken ook cashje. Ja, maar hoe weet je nou hoe je moet dan? Ja, je moet oh ja. Kenteken. Lijkt mij wel. Hij lukt niet. Hij is echt nep. Kan dat nou dan? Nee, dat is niet genoeg. Ja, dat begrijp ik. Ik heb toch wel klein geld. Oh, je hebt klein geld altijd. Het is echt een nep, ik zweer het je. Ja, je bent van de kleine geld. Ja. Dus ik ook van het grote geld, maar kom, we gaan even lekker naar Loetje. Ik heb er nog even 2 uur zitten. Ja, kom. Gaan we lekker eten. Doei! Doei. Oh, ik krijg geen kaartje niet. Ik sta zo met een kaartje. Hey, Mazzel. Doei. Waar staan we? Ik weet niet, voor mij heel ver hiernaar. Heb jij daar niet de foto van? Nee. Jij ook niet, hè? Ik kom. Is die mijn auto? Hey, het was. Wat is het ook alweer? Het was verdieping hierboven. Ja, we vergeten Lies weer. Nee, waar ga je heen dan? Lies! Doe... Daar is het niet! Oh, ze hebben een mannetje. Echt, krijgen een appje binnen. Echt. Jongens, ze denken dat je zo moet lopen. Ze krijgen een appje binnen. Ze krijgen een appje binnen. Ze hier met die man van het hekwerk hebben ze afgesproken. Ja, geloof het echt niet hoor. Moeten we naar boven? Ik weet het niet, maar wel die kant op in ieder geval. Oh, krijgen we dit weer, Anne? Ja, ik weet het ook niet. Kijk, die mensen weten het ook niet waar ze heen moeten. Kom, pakken, zo en zo. Pak gewoon een auto. Pak een taxi even hier. Hey, pak even een taxi. Had je die schoenen speciaal erbij voor besteld? Nee, die had ik al. Mooi toch? Ja, dan kopen we een schoenendoosje verstoppen lag bij de kapstok. Dat broekje. Dat broekje is niet echt, dat je zegt van nou. Nou, het wel is het is hetzelfde als het trouwpak. Ik zei toch, waarom laat je hem niet gewoon een beetje skinny maken? Of heb jij daar geen benen voor? Heb ik gedaan. Is dat skinny? Ja, ik zeg, hij moet, maar mijn bovenbenen die zijn. Ja, maar hij zit ook los bij je bovenbenen en. Nee hoor. Wel. Wel. Kijk maar, voel mijn achterkant, zit helemaal los. Nee, en dan heb je hoog water. Je moet zo even teruggaan hoor. Ja. Altijd wachten. Kan je beter gewoon een majo aan doen? Wat een trainingsboek. Beste. Ah, was wel even leuk, toch? Ja, was wel even leuk. Vond wel zo. Even leuk. Eventjes, ik ben blij dat ik weg ben, maar het vond wel leuk. Ik ben ook blij dat ik weg ben. Ik zag jou weglopen. En toen zag ik jou lopen. Heb je hem? Heb je hem? Ah, weer één, hè? Dat is toch niet normaal, dit.
De hele dag gaat het door, joh. Zo'n klein kontje en er komt zo'n dikke scheet uit. Dat is toch niet normaal? En stinken? Dat is niet normaal, dit. God, zo. Moet je mij de schuld geven? Zo'n lief kopje, hè? Zo'n lief kopje. Ja, ja. Hoe kan jij schuiven? Nee, jij niet. Jij doet het zeker nooit. Nee, niet overdag. Nee, jij doet s'avonds tussen 8 en 12. Als ik naast jou ligt, dan moet ik schrijven. Jij hebt zo'n tijdschema voor. Scheidluis. Oh ja, hier zijn we. Ja. Ja. Nou, zijn we Lies kwijt, die pech hoor. Ja, die gaan maar lekker met de taxi. Eentje verder. Wat een gezoek, hè. Wow, ruik je? Dat is niet normaal, dit. Het is normaal gek. Stel je gewoon aan, man. Het was gewoon valse lucht. Waren die bubbels van die wijn? Oh, kan niet meer. Zie je het toilet? Kan ik een stukje tillen? Is het niet toilet? Nou, denk ik niet. Moet ik nog meer kracht erin doen. Ja, hier is het, ja. Ja. De P3.4. Oh. Ja, daar staat hij hoor, die bolide. Oh, kan niet meer. Ik ben precies op tijd. Oh, ik moet heel precies nodig. Precies op tijd dat ik mijn schoenen uit wil gooien. Heel nodig plassen. Lies! Oh, kom maar kleintje. Ja. Slippers. Heb je gewoon slippers meegenomen? Dat is toch niet normaal, dit? Ik ben op alles voorbereid. Oh. Ja, Massa Expo was wel leuk, toch? Kei-leuk, ik was kei-leuk. Nee, het was wel leuk. Beetje netwerken en zo. En een beetje nieuwe mensen leren kennen, dat is altijd goed. Dus, ja. En we hadden mooie... We hadden eindelijk weer de aanleiding om een mooie jurk aan te trekken. En hij weer een pak, die is nog steeds te groot, maar niet uit. Hij is een heel pak aan laten meten. Hij was er 3 weken met druk, kijk. Ja. Ja. En ik heb gewoon een jurk van 10 jaar geleden. Maakt niet uit. Het was wel even leuk om ons weer mooi aan te kleden. Ja, en, even weg met z'n tweeën. En eventjes genieten. En zonder kinderen even mensen leren kennen weer. En we hadden ons kleine kind bij ons. Ja. Dus Lies. Ja. Dat was leuk, toch? Gezellig. Ja, dus... We zijn er wel even uit geweest. Ja, even gewoon eventjes genieten met z'n tweeën. Drieën. Ja. 2,5. Ja, dus dat is toch. Ja, was goed. Ja, was goed georganiseerd, zeker. Lekker gegeten, lekker gedronken. En, rondje gelopen naar huis. Ja, rondje gelopen, even kijken wat er allemaal is. En, maar ja, het is wel leuk om een keer mee te maken, maar... Ik ben blij dat ik op de boerderij ben, zo. Ja, blij dat we zo weer op de boerderij zijn. Lekker trainingspak aan, hè, schat? En lekker op de bank. Kerstboom aan. Lekker scheetjes laten. En lekker naakt een stoppetje doen, dat vinden we altijd zo leuk. En scheetjes laten. Mm-hmm. Dat doen we nooit. Alleen hij tussen 8 en 12, dan moet de rest vertellen. Als ik lig. Jij hebt een tijdschema daarvoor, toch? Ik niet. Ja, als ik naast jou lig, dan moet ik poepen. Ja, hij heeft er gewoon scheid aan, zeg maar. Oh. Schoenen uit, scheet eruit. Kom, scheet hem weg hier. Even hier mondje. Gewoon rijden, heel goed. Ja, gewoon rijden. Och.